In zijn afscheidsinterview praat Vlaams Belang kopstuk Bart Laremans over de fouten van de campagne, de gevolgen van de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde en zijn persoonlijke toekomst na de politiek. Bart Laremans, u bent tot voor kort senator voor Vlaams Belang. En u hebt eigenlijk een beetje de lont aan het kruidvat van Vlaams Belang gestoken met uw verklaringen over het mislopen van de campagne. Er waren meer mensen die u steunden daarin? Sowieso, dat is juist. Maar het is niet alleen een zaak die interne oorzaken heeft. Of de nederlaag heeft eigenlijk heel veel vaders. Maar de meeste oorzaken zitten echt wel extern, hoor. De wijze waarop de media de polarisatie hebben gevoerd rond de N-VA. Het was voor of tegen. Mm-hmm. En natuurlijk gaan dan een heel aantal mensen het slachtoffer steunen. Denk maar aan het hele debat tussen De Wever en Magnet. Ja, dat was een grandioze reclame voor De Wever. En dan gaan natuurlijk heel wat mensen die in onze richting denken zeggen, ja, maar we zijn tegen de PS, dus zijn we voor De Wever. En dat speelt natuurlijk allemaal mee. Plus het feit dat wij zelf eigenlijk nauwelijks kans hebben gekregen om ons verhaal over de N-VA te vertellen in de Vlaamse regering. We hebben in de loop van de paasvakantie een zwart boek uitgebracht over de Vlaamse regering in zijn geheel. Ik zelf heb daarna een boek geschreven of uitgebracht over de ontnederlandsing van Brussel en van de Rand, maar ook een heel duidelijke kritiek op de Vlaamse regering en met name die twee Vlaamse N-VA-ministers in die Vlaamse regering die er toch wel heel weinig van gebakken hebben en op een aantal punten de zaak nog verergerd hebben ten opzichte van vroeger. En dat is allemaal niet aan bod gekomen, dat is compleet doodgezwegen. Dus elke kritiek op de N-VA moest onder de mat geveegd worden. En dat is natuurlijk een heel belangrijke oorzaak van ons verlies. We deden nauwelijks mee. We mogen ook in de media geen advertenties plaatsen enzovoort. Dat is eigenlijk de hoofdoorzaak van ons verlies. We mogen niet meespelen. We spelen op een ander voetbalveld, bij wijze van spreken. Terwijl iedereen in eerste klasse zit, zitten wij noodgedwongen door het mediacordon in tweede klasse. En dat is eigenlijk de belangrijkste reden. En natuurlijk zijn er ook een aantal interne zaken. Een campagne die niet loopt zoals het moest lopen en die toch ook een aantal minpunten had. Die te zwak was, die eigenlijk goed begonnen was met die stok achter de deur als beeld. Maar eigenlijk een tweede fase miste. Waarbij wij ons alternatief brachten en een aantal warme voorstellen rond dat onafhankelijk Vlaanderen en zo, dat is eigenlijk, ons alternatief is te weinig aan bod gekomen, is eigenlijk niet aan bod gebracht. En dat is een collectief halen in de eerste plaats. Hè. Dus het is veel meer dan de Zwarte Piet willen doorsturen of doorschuiven naar één persoon. Het is veel ruimer dan dat. Ja. U komt eigenlijk een beetje terug op uw kritiek op Philippe de Winter. Wel, ja, het is zo dat Philippe de Winter een aantal uitspraken heeft gedaan waar ik absoluut niet kan achterstaan en die ook niet voorzien waren en die bewust provocerend waren, maar waar hij dan toch over de schreef ging. Hè. En daar heb ik dan kritiek op uitgeoefend, omdat dat in de toekomst niet meer kan. Wij moeten nu sowieso, en daar is iedereen het erover eens, naar een veel jonger bestuur, een veel jongere ploeg die de leiding gaat nemen. De jonge generatie moet nu echt aan zet komen. En ik zou echt willen dat hij de teugels helemaal in handen krijgt en niet aan de touwtjes hangt, laat ons zeggen, van een of andere schoonmoeder. Dat is voorbij. In 2019 moet de generatie daar heel volwassen staan en volledig het roer in handen hebben en niet met schoonmoeders daarnaast. En ik denk dat dat vrij breed gedragen wordt in de partij. Ja, want het is voor Philippe de Winter geen evidente oefening natuurlijk om macht los te laten. Hij worstelt daar al een aantal jaren mee, om het zo te zeggen. Wel ja, maar dat zal nu de komende maanden allemaal besproken worden in de eerste plaats intern. Hè. Dat is een proces dat niet van vandaag op morgen zijn beslag krijgt. Daar moeten heel wat gesprekken over plaatsvinden. Daar kan een vakantie over gaan. Er is een soort loutering nodig. Maar ik denk dat dat wel zijn gang zal gaan. Ik ben daar eigenlijk nogal vol vertrouwen over. Hoor. Ik heb niet zo'n, op dat vlak niet zo'n grote zorgen. Ja, het was natuurlijk de uitdaging van elke partij om zichzelf een plaats te geven in die campagne. Want inderdaad, die N-VA-platwals die de media mee had, die rolde over al die partijen. Ja, maar inderdaad, Vlaams Belang is er niet echt in geslaagd om daar een eigen profiel aan te nemen. Wel, ik moet dat toch voor een stuk tegenspreken. Als u zegt, ze rolde over alle andere partijen. Dat is eigenlijk niet zo uit de uitslag vast te stellen. Uit de uitslag, maar in de campagne zelf. Wij zijn degene die gebloed hebben en eigenlijk voor een stuk leeggezogen zijn, zowel de dikker als wij. Maar de N-VA heeft geen stemmen afgenomen van de traditionele partijen. En dat betreur ik ten zeerste. Want op die manier hebben eigenlijk de Belgische machtspartijen
het pleit niet verloren. Ze zijn even sterk gebleven of nog iets sterker geworden. Als we de cijfers van de Senaat van 2010 vergelijken met, en dus alles optellen, de zogenaamde V-partijen hadden toen 46%, vandaag 40%. Dus het regime heeft de verkiezingen niet verloren. En dat vind ik zo spijtig. Ik wijt dat voor een stuk toch aan de bangmakerij van de N-VA zelf, die een heel asociaal beleid voorop stelde met de morrelen aan de index, of eigenlijk het volledig in vraag stellen van de index, de pensioenleeftijd, de werkloosheid enzovoort. En men heeft eigenlijk de socialisten en ook de CD&V voor een stuk de kans gegeven om de mensen bang te maken en te zeggen, hou toch maar uw stem bij een traditionele partij, dan zorgen we wel dat die index aan boord blijft. En daar denk ik dat de N-VA een flater heeft begaan. Ja, ze hebben ook een bocht gemaakt, ingezet door Siegfried Bracke, om van het confederalisme over te schakelen op het sociaal-economisch programma. Klopt, en als je dus u zodanig op het terrein begeeft van andere partijen, dan ja, geeft je eigenlijk voedsel aan die andere partijen, want die staan daar sterker. Die staan op het sociale en op het liberale vlak, staan de liberalen en de socialisten uiteraard sterker en daardoor hebben ze stand kunnen houden. Ja, maar natuurlijk, het zal wel niet zo eenvoudig zijn van te zeggen, N-VA vreed Vlaams Belang en Lijst de Dekker op. Er zullen wel meer interne verschuivingen zijn. Van stel dat ook een aantal ACW-stemmers naar Groen zijn gegaan, dat een aantal Vlaams Belang-stemmers terug naar CD&V zijn gegaan. Er zal wel een deel... Dat kan, maar ik ben eerlijk gezegd weinig mensen tegengekomen die nu ineens in vervoering raakten door CD&V. Ik denk dat dat eerder het publiek zal zijn, dat traditioneel voor CD&V stemde. Misschien een aantal Arco-spaarders. Maar ik denk eerder dat strategie vanuit de vakbondshoek, van de ACV, gespeeld heeft. Namelijk van, hou u maar bij het zekere, namelijk uw pensioen, de indexatie, de werkloosheid enzovoort. En dat de traditionele kiezers teruggekeerd zijn naar de schaapstal, vanuit de N-VA vooral, eerder dan van ons. Ik denk dat onze kiezers vooral, degenen die weggegaan zijn van ons, toch richting N-VA gegaan zijn. Dat is het signaal dat we overal hebben gekregen, gemerkt, ook tijdens markten en zo. Ja, u had het over de V-partijen, de Vlaamse nationalistische partijen. Er was 10-12 jaar terug sprake van een herverkaveling van het politieke landschap. Die is er eigenlijk niet gekomen. Kun je zeggen dat de Wever dat nu op zijn eentje aan het uitvoeren is? Wel, dat zal nu nog moeten blijken. Hè. Alles zal nu blijken uit wat er de komende maanden en jaren gebeurt. Als de N-VA erin slaagt om in die federale en Vlaamse regering in te breken, kan het zijn dat zij een vast publiek aan zich binden. Het kan ook zijn natuurlijk dat ze zwaar teleurstellen en dat ze weer veel kiezers kwijtspelen. Dat zal allemaal afhangen van hun geloofwaardigheid en hun bestuurskracht. En ook vooral hun Vlaamse geloofwaardigheid. Hè. Als zij eigenlijk niks bakken van dat confederalisme, niks op de sporen zetten en integendeel de traditionele partijen op hun wenken bedienen, bijvoorbeeld met wat zij willen, namelijk die federale kieskring, dan denk ik dat zij alle geloofwaardigheid verliezen. Maar het zal moeten blijken. Wij wachten af, wij kunnen nu niet veel anders doen. Ja, voor de toekomst van het Vlaams Belang is het wel belangrijk van te zien als die N-VA in de oppositie komt of in de meerderheid komt. Het zou een slechte zaak zijn mochten ze in de oppositie zitten. Dat zal het veel moeilijker zijn voor het Vlaams Belang om terug te keren. Dat kan, maar veel meer baar ik mij zorgen over een N-VA die in de meerderheid komt en dan alles prijsgeeft en de zaken nog erger maakt dan ze vandaag zijn. Zoals gebleken is de afgelopen 5 jaar in de Vlaamse regering, dan hebben ze eigenlijk er niks van gebakken wat Vlaams-Brabant betreft, terwijl het hun bevoegdheden waren. En dus nu hoop ik dat ze wel een degelijk beleid voeren en dat ze zich herpakken, maar het zal moeten blijken. Het is te vroeg om daarover een oordeel te vellen. Ja, als we het plaatje globaal bekijken, is Vlaanderen niet rijp voor een grote nationalistische geforceerde beweging? Wel, ik hoop van wel en ik hoop ook dat de ogen opengaan. Alleen zal het nu opnieuw 4 jaar, geen 5, hè, 2019, maar 4 jaar in 2018 duren vooraleer er nieuwe verkiezingen zijn. En dan kan het zijn dat ik hoop nog altijd dat de Vlaamsgezinden op hetzelfde moment aan eenzelfde zeil kunnen trekken en wel kunnen bijvoorbeeld coalities sluiten op lokaal vlak en zelfs op Vlaams niveau, al was het pas in 2019.
Dus ik hoop nog altijd dat dat fameuze cordon kan wegsmelten. En dat, het is nu niet gelukt, misschien wel in 2019. Het zal voor een stuk ook aan ons liggen. Wij moeten een nieuw imago krijgen, een nieuw gelaat krijgen. Nieuwe smoel, zoals men zegt, met jonge mensen die de nodige brani hebben om dat te doen. En die niet te braaf zijn en de zaken ondergaan, maar die in tegendeel het heft in handen nemen en die partij vernieuwen en verjongen. Ja, is het uw aanvoelen dat wat men dan het Belgisch establishment noemt, dat die dezelfde strategie gaan gebruiken tegen N-VA als ze gebruikt hebben tegen het Vlaams Belang? Dat denk ik niet. Dat denk ik echt niet, omdat de overwinning van de N-VA te groot is. Zij halen 33%. Tel er onze stemmen bij, dan zitten we aan 40% Vlaamse stemmen. Dat kunnen ze zomaar niet negeren. Dus het Belang heeft ook ooit 27% gehaald. 24%. Op het absolute maximum gehaald, maar toen al was er een cordon, hè? En dat heeft men toen niet willen doorbreken en men heeft het uitgezweet. En wij hebben misschien ook te weinig pogingen gedaan om dan een echte Forza Flandria op de been te zetten. Maar of ze hetzelfde gaan toepassen ten opzichte van N-VA, betwijfel ik. Want dan zou hen dat eens zeer zuur kunnen opbreken in 2018 met de lokale coalities. Dan denk ik dat de CD&V nog veel meer van haar pluimen zal verliezen op lokaal niveau. Ik wil nog even het partijverhaal afronden. Bent u niet te laat gekomen met uw kritiek? Moest Vlaams Belang niet een aantal jaar terug een ander profiel aannemen en afstappen van een dossier, migrantendossier, wat ja, wel relevant is, maar wat in de media duidelijk niet meer dezelfde aandacht krijgt? Wel, het heeft nog wel aandacht gekregen en het krijgt elke dag aandacht. Neem nu weer die aanslag op het Joods Museum enzovoort, de Syriërs. Ik denk dat het immigratieprobleem de komende jaren nog aan belang zal toenemen in heel Europa. Mm-hmm. Als je ziet vanuit Afrika welke druk er is om te immigreren en de laksheid van Europa daartegenover, daar zal nog heel veel over gedebatteerd worden. Alleen is het soms een formulering die aangepast moet worden en die een stuk humaner moet worden, maar tegelijkertijd ook kordater. We moeten diegenen die het wel goed menen en die hier geïntegreerd zijn, die aangepast zijn, ongeacht hun huidskleur, wel de hand reiken en helpen integreren en Vlamingen laten worden onder de Vlamingen. Maar diegenen die hier niet thuis horen en zich aan criminaliteit of profitariaat bezondigen, die moeten heel kordaat aangepakt worden. En dat is iets waar ook andere partijen vatbaar voor zijn, voor dat discours. En dat zal de komende jaren echt aan belang toenemen. Ook het veiligheidsprobleem zal nog altijd actueel zijn. Het komt erop aan vooral om het discours te actualiseren, te moderniseren, door jongere mensen ook te laten brengen, niet altijd dezelfde. Een veelheid van parlementsleden en jonge mensen die woordvoerder zijn van de partij en niet altijd de stereotype verhaaltjes, daar ligt het vooral aan. Nu, wij waren zelf al een hele tijd bezig met het discours aan te passen. Dat was voor een stuk al zo onder het voorzitterschap van Bruno Valkeniers, maar nadien ook met Gerof waren er heel duidelijke afspraken gemaakt. U herinnert zich nog wel de congres-toespraak waar hij het had over het kind en het badwater. Dus we gaan het kind niet wegsmijten, maar wel proper badwater laten aandrukken. Daar zijn heel wat initiatieven rond gebeurd, wat weer ludieke stijl. Denk maar aan genoeg gemolken, de campagne vorig jaar met de koetjes. Dan de vliegenmuppers, dat was ook nog tamelijk ludiek. We waren eigenlijk op het goede pad, maar het is voor een stuk verbrot op het einde van de campagne. En daarom heb ik zo stevig uitgehaald, omdat ja, ik wil vermijden dat die nieuwe generatie opnieuw met datzelfde juk zou blijven zitten. Ja, het is dat ene woordje, verbruining, die eigenlijk denigrerend en misplaatst was. Ja, plus nog een paar andere uitspraken, plus ook dat internetspel en dergelijke meer. Het waren nog een paar andere zaken. Maar ook, ik zou toch duidelijk willen signaal geven, wij hadden zelf twee mensen met een bruine huidskleur op onze lijst. Iemand van Indonesische afkomst en iemand van Afrikaanse afkomst. En die mensen, uiteraard horen zij erbij, maar ook veel anderen met een andere huidskleur. Of ze nu stond ook in Antwerpen een Chinese op de lijst. We mogen niet de indruk wekken dat we die allemaal over één kamp scheren en zeggen, ja, dat is allemaal het andere kamp. Nee, die horen bij onze samenleving en die krijgen we niet meer weg. Integendeel, die willen we welkom heten en volop kansen geven ook.
maar niet diegenen die de situatie misbruiken en die van onze samenleving profiteren of die hier alles op stel te zetten. En dat onderscheid moeten we veel duidelijker maken. En daarom is dat woordje verbruining zo ongelukkig, omdat dat iedereen over dezelfde kam scheert. Ja. Hoe groot is trouwens in dat verband de schade die Magdi Blok heeft aangebracht? Want zij voert wel een kordaat beleid voor het eerst, in tegenstelling tot haar Franstalige voorgangers die veel lakser waren. Ja, en de kiezers maakt dat blijkbaar wel, maar dat neemt ook een beetje de wind uit uw vleugels weg. Dat klopt. Of zij een zoveel kordater beleid voert, daar heb ik heel wat twijfels bij, want ze heeft nog altijd veel illegalen helpen regulariseren. Ook heel veel asielzoekers gemakkelijker aanvaard dan vroeger. De criteria werden versoepeld enzovoort. Haar beleid was een klein beetje strenger, maar doordat zij daarmee veel in het nieuws kwam en de indruk wekte dat ze veel strenger was, heeft zij de sympathie gewonnen bij de bevolking. Dat is typisch de, laten we zeggen, de Vlaamse sympathie voor de underdog die hier gespeeld heeft, voor de gezellige Bourgondische mentaliteit. De sympathie ook die de rondborstige De Wever aanvankelijk had. Hè. Dit heeft in haar voordeel gespeeld. We hebben dat gemerkt in Vlaams-Brabant. We zaten enerzijds met Ben Weitz, die heel veel media-aandacht had gekregen als ondervoorzitter van de partij, en anderzijds Magie de Blok, en dat heeft ons gesandwiched. Dus dat heeft bij ons in Vlaams-Brabant heel erg in ons nadeel gespeeld. Nu moeten wij zorgen dat we tegen 2018-19 nieuwe mensen hebben klaarstaan die daar iets kunnen tegenover plaatsen. Ja, uw lokale thuisbasis is Grimbergen. U bent actief in de Rand. Dat is ook een van uw dossiers wat u van zeer nabij opvolgt. Wat mij opvalt is dat in deze post-electorale periode men zeer weinig stilstaat bij de gevolgen van BHV-splitsing en die verkiezingen. Als ik de cijfers mag geloven, dan zie ik dat er veel minder Franstaligen zijn die gestemd hebben voor Franstalige partijen. Dat ze voor een stuk teruggekeerd zijn naar Brussel. Maar dat het niet het Vlaams Belang is of N-VA die daarvan kan profiteren, maar wel de traditionele partijen ja, terug. Ja, natuurlijk, dat is niet onlogisch. Hè. Nogal wat Franstaligen hebben door het psychologische effect van BHV. En we hebben altijd geijverd voor die splitsing. En die is er dus gedeeltelijk gekomen, met uitzondering dan van de faciliteitengemeente. Maar voor het overige is er die wel gekomen. En dat heeft bij hen ook een psychologische omslag gehad. Dat merk je duidelijk uit die kiesresultaten. Dat was een van de redenen waarom dat we dat gevraagd hebben. En wij zijn natuurlijk verheugd dat er minder mensen voor de Franstaligen hebben gestemd, voor UF hebben gestemd. Alleen het andere aspect waarvoor we gewaarschuwd hebben, dat is er dan wel gekomen. In Brussel was er een alternatief mogelijk. Als we daar de Vlaamse stemmen hadden kunnen optellen, dan hadden de Vlamingen daar 2 kamerzetels kunnen veroveren. En nu hebben we daar geen enkele kamerzetel en zijn alle kamerzetels in Brussel, alle 15, naar Franstalen gegaan, waarvan 2 uit de faciliteitengemeente dan. En dat is natuurlijk desastreus, want dat toont aan dat de Vlamingen in Brussel eigenlijk echt tweederangsburgers zijn, dat een stem voor een Vlaamse partij in Brussel toch voor het belangrijkste parlement van het land, de Kamer, niet meer nuttig is. En dat is op termijn catastrofaal. Maar u hebt Ben Weitz genoemd. N-VA scoort minder goed in Vlaams-Brabant dan in de rest van Vlaanderen. Toch nog altijd hoog, hoor. Maar nog altijd hoog. Hoge score, rond de 30%. 28,5 dacht ik, maar bon. Maar voor het Vlaamse niveau liggen ze hoger. Maar het is evident dat die kiezer heeft de traditionele partijen niet afgestraft voor die krakkemikkige splitsing van Brussel Halleville-Voorde. En men zegt mij van dat mensen in uw regio eigenlijk al niet meer wakker liggen van dat communautaire Franstalige, klopt, maar veel meer wakker liggen van, van de internationalisering van heel die rand. Dat is heel juist, ook al omdat het hele BHV-verhaal, eens dat er een akkoord was, in september 2011, nadien mocht er geen debat meer zijn. Er was geen enkel journalist nog geïnteresseerd in het hele BHV-verhaal, nog het kiesarrondissement, nog het gerechtelijke. We hebben daar immense debatten gevoerd in de Senaat, heel intense debatten waar uitvoerige verslagen over bestaan, maar er was alleen nog een Belgisch journalist geïnteresseerd. De enige journalist die mij is komen vinden over het gerechtelijk arrondissement was u zelf, met een uitgebreid interview, maar voor de rest heeft niemand mij nog ondervraagd, terwijl wij toch zeer pertinente kritiek hadden over voornamelijk het gerechtelijk arrondissement, waar de Vlamingen op een ontzettende manier bij de bok waren gezet. Dat is nadien een klein beetje rechtgetrokken, maar de Franstaligen hebben daarna nog veel meer magistraten extra gewonnen.
Maar voor het overige mocht dit debat niet meer gevoerd worden. Wij hadden heel uitvoerige notas, heel uitvoerige tussenkomsten daarover en gedetailleerde, pertinente tussenkomsten. De zaak is nu nog altijd hangende en niet zonder reden bij het grondwettelijk hof, omdat het zo'n sterk dossier is. En 68 magistraten zijn naar het grondwettelijk hof gestapt, twee groepen van advocaten ook, plus politici. Dus dat is niet zonder reden, maar men heeft dat debat onder de mat geschoven. Dit was voor de media geen aandachtspunt meer. Dus de bevolking is daarover niet geïnformeerd. En mede daardoor was het geen aandachtspunt meer bij de verkiezingen. Ja. In 2012 bent u lokaal actief bij de verkiezingen opgekomen met een V-partij. Niet voor verandering, maar voor vernieuwing. U hebt daar toch een 17%, dacht ik, een mooie score gehaald. Gaat u die lokale werking verder zetten? Uiteraard, die draait goed. Dat is een hechte ploeg van mensen van Vlaams Belang en onafhankelijke. En dat werkt goed. En we gaan met heel veel vertrouwen de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 voorbereiden. Dat is natuurlijk nog jaren. Mm-hmm. In al die tijd kan er heel veel gebeuren. Ik zou mij vooral nu willen toespitsen op een aantal dossiers die op Grimbergen wegen, waaronder dat van het stadion, dat een waanzinnig dossier is waar we alles gaan doen. Parking C is dat. Dat is absurd dat in Grimbergen zou komen. Er is een veel betere locatie in Brussel waar men vanuit heel het land met de trein naartoe kan komen, namelijk Schaarbeek-Vorming. Dat heeft vooral op vlak van mobiliteit een enorm verschil. En men is eigenlijk de Noordrand helemaal aan het verstikken, hè, met die drie grote shoppingcentra die er gepland zijn, die er gaan komen, helaas. En dan nog eens dat stadion, dat is knettergek. Dus dat is een dossier waar we op korte termijn natuurlijk aan gaan werken. Ja, maar Schaarbeek-Vorming wordt al volop gewerkt om daar inderdaad een winkelcentrum uit te bouwen. Dat is niet op Schaarbeek-Vorming. Dat is eerder aan het kanaal. Dat is langs het kanaal, ja. Dat is niet Schaarbeek-Vorming. Nee. Want is dat nu een puur ideologisch verhaal of zegt u nee, dat is puur een pragmatisch verhaal, die logistieke ligging is gewoon verkeerd? Wel, het is het twee. Pragmatisch in die zin dat het Brussels gewest zelf had gekozen voor Schaarbeek-Vorming, omdat dat inderdaad zo goed gelegen is qua mobiliteit. En ze hadden daar ook een mobiliteitsstudie van gemaakt. Dat was duidelijk de beste optie. Het is pas bij de wissel tussen Piqué en Vervoort dat helemaal gekeerd is. Op één nacht tijd, hè, onder invloed van Guy van Engel trouwens. Maar daarnaast is er natuurlijk ook het aspect dat toch niet kan. Dat Vlaanderen zo'n strategische plaats, die aan de ring gelegen is en die perfect kan dienen als logistiek, centrum als transferium, ook voor openbaar vervoer. Dus overslag van chauffeurs, van mensen die met de wagen komen, op openbaar vervoer, naar Brussel, naar Zaventem. Dat men zo'n kans laat liggen en dat gaat gebruiken voor iets dat misschien architecturaal imponerend kan lijken en veel show kan teweeg brengen, maar tegelijkertijd ook een stuk extra verbrusseling teweeg brengt. Hè? Want wat zal het gevolg zijn? Anderlecht zou daar zijn thuisbasis krijgen. Anderlecht zou dus wegtrekken uit Anderlecht en daar zijn vestiging krijgen in Grimbergen. We hebben nu al zo'n probleem met anderstalige sportclubs. Wat zouden wij dan een grote tweetalige club daar moeten gaan ontvangen? Ik denk dat dat heel onverstandig zou zijn en dat Anderlecht in Anderlecht thuis hoort. Of in Brussel toch tenminste. Waarom zou Anderlecht moeten wegvluchten uit de hoofdstad? Ik ben eigenlijk zeker een supporter van Anderlecht, maar ik ben absoluut geen vragende partij dat die uit Brussel zouden wegtrekken. Maar veel steden en gemeenten zouden staan springen van geluk als ze zo'n grote investering zouden krijgen die gepaard gaat met economische ontwikkeling, met een heel deel toegevoegde waarde in uw lokale gemeenschap. Ja, dat zal nog moeten blijken. En wie dat daar dan nog het meeste van profiteert, ik denk dat men voor de zoveelste keer eigenlijk de lasten van Brussel afwentelt op de Vlaamse rand. Want wat is het gevolg van zo'n concentratie aan activiteiten vlakbij die ring? Dat is het gevolg is dat die ring nog veel meer dan vandaag voortdurend zal stilstaan. En wanneer men dat kan doen op een plaats waar men vanuit heel het land met openbaar vervoer kan komen, is dat veel beter. En nog eens, er is ook het communautaire aspect. Waarom zou men in Grimbergen een stukje Brussel moeten realiseren? Want nu al krijgt Brussel van de Vlaamse regering carte blanche om heel die parking naar eigen goeddunken in te vullen. Terwijl het deel uitmaakte van het VSGB, het Vlaams strategisch gebied rond Brussel. Dat is een strategische plaats die voor Vlaanderen een enorme meerwaarde kan betekenen. Maar niet door alles aan Brussel te geven, maar door het zelf in te vullen. Daar administratie, de lijn, bedrijven en dergelijke te plaatsen die voor Vlaanderen een meerwaarde zijn. Dit is vooral voor Brussel een meerwaarde.
Maar ik denk dat als we... overal spreekt men van plaatsen, grote parkeerplaatsen, van waaruit men dan met het openbaar vervoer naar Brussel kan. Wel, die ligt er nu, dat is er zo eentje. Maak daar een nog betere parkeerplaats van, waar je vlotter op kunt, vlotter terug af kunt op de ring. En waar je dan met openbaar vervoer kunt naar het centrum van Brussel gaan op een veilige manier. U kan daar niet meer tegen strijden vanuit federaal niveau, want uw mandaat is weg. Hoe ziet uw persoonlijke toekomst er nu uit? Wel, ik ben 19 jaar parlementslid geweest. Ik ben daar de partij heel dankbaar voor. Ik denk dat dat een ongelooflijke ervaring is geweest. Ik heb ook, denk ik, wel iets teruggegeven. Ik heb mijn best gedaan in die 19 jaar. Maar ik ben hier rouwig dat ik nu een andere uitdaging krijg. In eerste instantie denk ik terug aan de balie. Hè. Dat was mijn oude liefde. En zie ik toch wel een aantal mogelijkheden. Ik kan terug naar het kantoor waar ik destijds begonnen ben. Maar ik sluit ook andere mogelijkheden niet uit. We gaan wel zien de komende maanden. En in principe ben ik in september terug aan de slag. Ja. En u blijft actief binnen Vlaams Belang? Ja, ik blijf vooral politiek actief lokaal. We zullen wel zien waar het allemaal op uitdraait. Ik denk dat ik mijn ambitie om in 2018 burgemeester te worden van Grimbergen niet zomaar ga wegbergen. Ik had in 2012 het dubbel aantal voorkeurstemmen van de burgemeester. Maar dat is eigenlijk een beetje te vroeg om daar nu volledig op te focussen. Ik denk dat we nu vooral moeten zorgen dat we lokaal op een goede manier aan politiek doen en de dossiers die bij ons lokaal voorliggen, om die op de juiste manier te behandelen of tegen te houden waar nodig. En dan zien we later. Ja, en dan kan u burgemeester worden van een gemeente met een nationaal voetbalstadion. Ja, als het natuurlijk er staat in 2018, ga ik het niet afbreken. Ja. Dat zou te gek zijn. Maar we zien wel, hè, ik denk dat er juridisch zoveel mogelijkheden zijn om dat tegen te houden, dat elke buurtbewoner met het grootste gemak dat gaat kunnen doen. Ja, daar zijn precedenten van. Natuurlijk, en we hebben zelf een precedent. We hebben tegen minister Muiters, die een bepaalde, in het kader van het VSGB, een parkzone op een willekeurige wijze inperkte, dat hebben wij gewonnen via de Raad van State. En dit is nog veel flagranter. En dit gaat elke buurtbewoner die een belang heeft, en ook wij zelf, via een procedure kunnen tegenhouden. Ik ben daar vol vertrouwen in. Goed, dan zien we hoe het verder loopt. Bedankt voor uw analyse, Bart Laremans. Dank u wel.